Hoi allen, ik ben Tim en in deze video bespreek ik de hints en theorieën van aflevering 5. We bespreken onder andere de route van de mol na het eerste gedeelte van de test, allerlei hints en theorieën die heel erg interessant zijn, en het geleakte weekblad van Elle heeft een paar opvallende interviews. Laten we beginnen bij het eerste gedeelte van de test. We horen dat Anke als laatste klaar is met de test. Kan heel erg verdacht zijn, want dan hoef je niet per se te kiezen met wie je in de auto zit. En de rest van de kandidaten stappen namelijk juist wel in een auto naar eigen keuze. En we weten natuurlijk dat allebei de auto's gaan naar hetzelfde punt. Maar als mol wil je toch misschien al eerder bij de auto's zijn, zodat je een beetje kan kiezen met wie je in het groepje komt. Wie is er dom, wie kan ik beïnvloeden? En dan is Anke dus eigenlijk heel onverdacht. Hierna volgt dan natuurlijk de roadtrip met zo'n 5 opdrachten. Ik heb de belangrijkste hints en theorieën even op een rijtje gezet. Laten we dus snel beginnen. Allereerst zorgt Daniel ervoor dat er meteen een ei breekt. En hij zorgt er daarnaast ook voor dat Soy een beetje uit balans komt, terwijl hij een ei goed probeert neer te leggen. Jurre, Nabil en Ranomi verdienen bij deze opdracht helemaal niks. En gaan zelfs de min in door natuurlijk uiteindelijk een kist te kopen. Dat komt natuurlijk ook enigszins door Nabil, want hij moest natuurlijk, door hem moesten ze natuurlijk weer helemaal opnieuw beginnen met deze opdracht. Maar hij is natuurlijk afgevallen en dan maakt het allemaal wel deze theorie wel weer iets minder sterk. Verder, als Daniel, Anke en Soy bij de kisten staan, vraagt Anke zich af of er iemand überhaupt zeker is van zijn zaak. Daniel knikt hierop heel erg duidelijk ja. Zit hij al die tijd al goed in de tunnel van Jurre? Daarna blijft hij als laatste nog even goed kijken naar de kisten. Misschien om alles even te onthouden voor de laatste 5 testvragen. Het is in ieder geval een hele goede kandidatenactie en heel erg opvallend als kandidaat. Dan even ook nog even een korte goede hint. Soy proost namelijk op de mol. En Anke zegt hierna thanks. Doelt ze hiermee op zichzelf als mol zijnde? Bedankt Soy. Zou een hele goede hint kunnen zijn naar Anke. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's. Daniel, Nabil, Jurre en Ranomi steken letterlijk als een mol onder de grond. En van Anke en Soy zien we dit niet duidelijk of niet helemaal niet terug dat zij onder de grond kijken. En wat doet de mol graag? Die kruipt natuurlijk graag onder de grond. Is een van deze 4 kandidaten, dus Daniel, Nabil, Jurre en Ranomi, de mol? Dan bekijken we nu even een slow motion shot van Jurre die een pijl probeert te vangen. Het valt namelijk op dat hij echt bijna niks vangt. Is dit expres? Want als mol wil je natuurlijk zeker zo min mogelijk pijlen. Of je vangt ze wel, zoals Daniel. En komt heel erg fanatiek over. Vervolgens schop je een ei die door Soy is afgeschoten weg. En daar zat het geld uiteindelijk in die gevonden werd door Anke. Snap je het nog? Jurre valt hier vooral heel erg in op. Hij schiet ook nog een ei van de tafel af. Maar het is natuurlijk niet de juiste. En dan kom je toch een beetje fanatiek over tegenover de kijkers en je medekandidaten. Maar ja, dan is er toch uiteindelijk niks verdiend. Verder neemt Jurre even een stapje terug. Hierdoor hoeft hij de eliminatie niet bij te wonen en wordt er niet op zijn gezicht en spanningsemoties ingezoomd. Hij kan lekker fanatiek doen van, goh, ik hoef lekker de eliminatie te doen. Ik ben zo blij dat ik de eliminatie niet hoef te doen. Maar het was expres Jurre die zei, ik doe even een stapje terug. Dan gaan we nog even terug over Daniel en Soy die best wel van het pik bezig zijn met pijlen vangen en afschieten van de eieren. Anke doet bij deze opdracht eigenlijk helemaal niet veel. Ze chillt hem gewoon even. Alsof ze op vakantie is. Is ze ook, maar toch anders. Alsof ze even helemaal niks hoeft te doen. Goede actie als mol zijnde, gewoon even lekker niks doen. En hierbij valt natuurlijk op, zoals ik al eerder benoemde, Daniel die waarschijnlijk een ei wegschopte waar het geld in zat. En dat was 1000 euro. Op Instagram vertel ik je de dagelijkse hints en theorieën uit de aflevering. Neem hier vooral ook een kijkje voor meer hints en theorieën. Dan nog even een terugblik naar de aflevering met de Doolhof-opdracht. Hier ging namelijk op wonderbaarlijke wijze natuurlijk een portofoon uit. En alleen Daniel of Nabil kon dit gedaan hebben. En Nabil is natuurlijk afgevallen, dus dan blijf je eigenlijk automatisch over met Daniel. Zou Daniel deze portofoon uit hebben gezet omdat die de mol is? Ook nog even een vergezochte hint naar Daniel. Daniel lijkt namelijk best wel erg op Govi. Hoe die doet en hoe die loopt en hoe die is. En in welke strips komt hij ook voor? Hij komt voor in de Donald Duck. Duck is natuurlijk het Nederlandse woord voor eend. En in dit seizoen zien we natuurlijk heel veel eenden in beeld. En dat is een hele prima hint naar Daniel, die natuurlijk gevonden is door onze Tom.
Verder valt het op dat bij het programma Mollenstreken van Lavecci een man in het publiek zit met een Darkwing Duck shirt aan. Het eendje komt dus zelfs ook in dit programma weer terug. Vervolgens nog even iets over de test. Het lijkt namelijk alsof Nabil niet op Jurre zat, want hij vulde een vraag in op dat de mol een kist had meegenomen. En daar zit dan potentieel mol Jurre of Daniel niet bij. Ook is het knap dat Soy door is. Hij zat met een vraag op dat de mol één ei geraakt had met de pijlboog. En juist Jurre was degene die maar één ei had geraakt bij deze opdracht. Dan nu een heel interessant iets wat zich heeft voorgedaan gisterochtend, eigenlijk vanochtend voor mij. Ik had namelijk 2 weken geleden het weekblad van Elle gekocht, omdat hierin de kandidaten zich natuurlijk laten shinen met interviews en extra dingen. Ik kreeg deze gisterochtend al binnen, terwijl het eigenlijk nog niet gepubliceerd mocht zijn. Natuurlijk zette ik het meteen op mijn story dat ik het binnen had, en gesigneerd en wel door Anke. Nou, dit is hem. Sorry Anke of productie van Elle als iemand van jullie dit kijkt. Maar ik ben niet illegaal bezig of iets. Het is een foutje wat gebeurd is bij jullie en foutjes in Wie is de Molland zijn heel erg duur. In het weekblad zitten ook heel veel interviews met de kandidaten. Die heb ik natuurlijk meteen gescand om te kijken of het opvalt of een kandidaat al weet dat hij afval is van de aflevering van gisteravond. Oftewel vanaf vanavond voor mij. Helaas heb ik hierop niks kunnen vinden. Wel vallen mij er een paar dingen op. Allereerst Anke haar interview. Haar quote is ik heb leren loslaten, het onbekende omarmen. Heeft ze de rol van mol ontdekt en het onbekende dus omarmd. En verder benoemt ze dat het spel echt een sociaal experiment is. Ze heeft gelachen van begin tot eind. Ze kan hierop duiden naar tot het begin tot haar einde in het spel. Of ze kan hier duiden naar de potentiële finale. Dan Daniel. Hij benoemt dat zijn favoriete mol Jan Versteeg is en Patrick Stoo vindt hij ook een goeie. Als we dan kijken in het spel kan hij zich als potentieel mol natuurlijk heel erg hetzelfde gedragen als deze twee oud-mollen. Daarnaast gaat hij dieper in op dat hij graag winnaar wilt zijn en de mol wilt ontmaskeren. En zijn quote was, je moet de controle uit handen geven, je mag niet eens plassen zonder toestemming. Ook Ranomi heeft natuurlijk een interview. Hierin valt op dat haar quote, omgaan met spanning kan ik wel, ik vind het zelfs erg lekker, erg opvallend is. Verder antwoorden ze bij de vraag of ze nu ook winnaarsmentaliteit heeft, nee. Ook erg verdacht, een mol wint namelijk niet. Tot slot nog Soy en Jurre. Soy valt op met zijn antwoord op de vraag, ben je over je grenzen gegaan? Hij antwoordt namelijk zeker, maar ik kan niet zeggen welke grenzen dat waren. Maar ik heb er geen spijt van. De grenzen van liegen en bedriegen misschien, Soy? Dan Jurre nog. Hij zegt dat hij bij de eerste 2 afleveringen schok van zijn fanatisme. En zijn quote is, ik ben valser en sluwer dan ik dacht. De vraag, vond je het moeilijk om die 2 kanten te scheiden, valt ook erg op bij hem. Jurre antwoordt namelijk dat hij soms wel eens iemand moest naaien omdat je wilt dat die kandidaat jou gaat verdenken. En verder zegt Jurre nog dat hij over zijn grens is gegaan en sluwer en valser is dan hij dacht. Erg opvallend dus allemaal weer. Laat in de reacties zeker weten of dit kandidaten juist meer verdacht maakt of niet. Tot slot, om de video af te sluiten. Steven Bogaerts via Instagram zegt dat Rick zegt bij de eliminatie dat deze met 4 kandidaten gedaan moet worden. Niet met 4 deelnemers. Zou het kunnen dat de mol de test niet moest afleggen en buiten wachten? Dan hou je dus Jurre en Daniel over als potentieel mol. In de volgende video van aankomende week zal ik even rustig de testresultaten doornemen, de biechttijd weer en alle losse dingen die ik ben vergeten bespreken. En dan wil ik jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar deze heftige video met veel informatie. Abonneer snel mocht je dit nog niet gedaan hebben en dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters.